Mari Dobheide, in het FBK-stadion. Zeg eens, wat voor programma heb je gelopen? Ik heb een 400 meter gelopen in het voorprogramma. En een goed bezette serie. Nederlandse top stond er wel, ongeveer. En nog een Duits meisje. Dus ik wist wel dat het een zware wedstrijd zou worden. En helemaal de omstandigheden waren nu niet optimaal. Flinke wind, regen. Dus ik verraste mezelf erg met mijn tijd. Wat was je tijd? 55.02 dacht ik. En mijn PR stond op 55.08. En dat stond van indoor seizoen afgelopen jaar. Dus het zag er wel in dat het verbeterd moest worden. En ik ben heel blij dat het nu al zo vroeg in het seizoen is. Want dat betekent hopelijk dat het nog een stukje harder kan. Wat wil je dit seizoen? Je hebt het wereld juniorenkampioenschap. Daar ben ik al te oud voor. Ik ben nu eerste jaar senior, dus dat zit helaas niet meer in mijn mogelijkheden. Maar volgend jaar is EK onder 23. En daar wil ik heel graag bij zijn. Dus daar richt ik me nu al een beetje op. Dit jaar is gewoon mijn PR een stuk verbeteren en NK leuk meedoen. En dan hopen we dat EK onder 23 volgend jaar een leuk seizoen maakt. 400 meter, we kennen je als junioren, vele titels behaald. Hoe zit dat bij de senioren? Kun je dan al aardig meedoen? Vorig jaar heb ik brons gepakt indoor en outdoor. Dus daar was ik toen al heel tevreden mee. Dus ik hoop dat dit jaar natuurlijk te verbeteren. En vooral gewoon snelle tijden lopen, dat is het voornaamste doel. En dat is dan de gekomen plakken vanzelf. Ja, het is natuurlijk fantastisch om in dit stadion te lopen. Ooit is jouw doel natuurlijk om ooit eens hier eens bij de wereldelite te lopen. Ja, dat is zeker heel leuk. Maar eerst gewoon stap voor stap omhoog groeien. En dan zo'n FBK-game is natuurlijk wel een leuk hoogtepunt van je carrière, lijkt me. Veel fans van Tion hier op de tribune? Ja, ik hoorde net al flink wat geschreeuwd toen mijn naam werd omgeroepen. Dus er zijn velen nog op de fiets in de regen, denk ik, gekomen. Dus dat is altijd wel leuk, een steuntje in de rug. Ik weet dat je ook bij Hortas traint, is dat nog steeds zo? Nee, dat is niet meer zo. Ik heb inderdaad een aantal jaar bij Betty Hofmeijer in Apeldoorn getraind. Maar ik zit nu helemaal bij Team Vimel, bij Eddy Kiemel. En dat bevalt echt uitstekend, hele leuke groep. En daar ga ik nu ook vooruit. En dat betaalt zich dus nu al uit in deze tijd. 400 meter, dat is het. Horden heb je in het verleden ook nog wel eens gedaan, dacht ik? Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Dat heb ik, ben ik mee gestopt omdat ik wat blessures kreeg. Waardoor het dus niet zo goed te combineren viel. Maar het zit nog wel ergens in mijn achterhoofd om dat misschien ooit nog weer op te pakken. Omdat ik dat nog wel een heel leuk onderdeel ook vind om erbij te doen. Maar ik doe dit voor seizoen vooral nog wat 100's en 200's erbij. Omdat ik dat ook gewoon leuk vind, een beetje die snelheid, een beetje kicken. Dus dat vind ik heel leuk om daarnaast te blijven doen nu dit seizoen. Adrenaline giert nog wel door het lijf, hè? Ja, ik zit ook nog flink na te hijgen naar zo'n 400 eens een rondje. Maar goed, dat hoort erbij. Dat is zwaar, hè? 400 meter mensen denken, het is maar één rondje. Maar dan vergissen ze zich, hè? Ja, het is altijd flink verzuren. Terwijl het nu al meeviel bij mij. Normaal verzuur ik echt wel bij 150 meter voor het eind. En nu komt echt de verzuring bij 80 of zo. Dus het verbaast me hoe lang ik echt nog lekker kon doorlopen. Maar het doet altijd pijn, 400. Dat hoort er eenmaal bij. Verder nog genieten vandaag? Ja, zeker. Ik ga nu even kijken. De regenpak aan, even douchen. En dan nog naar de echte top kijken. Mari, dankjewel. Ja, graag gedaan.